Marco, wat wil jij deze les gaan doen? Wat wil je aan werken? Ik ben op dit moment bezig zelf met de B en aan het trainen voor het L2. Het ging op zich best wel heel erg goed, hoe we die proef hadden gereden. Alleen er waren wel nog 3 puntjes waar ik graag aan wil werken. Nou ja, graag aan wil werken waar ik nog aan moet werken. Dat is stilstaan en dan achteruit. Dat lukte me niet. Wijken, dat ging op zich best goed. Alleen ik wil ook meer met de achterhand. Want ik ging alleen met de voorkant en de achterkant liep er soort achteraan. Oh ja, ja. En middenstap. En middenstap, oké. En ik vind het zelf ook heel erg lastig om te ontspannen in mijn eigen lichaam. En ik ben ook heel erg geneigd om op het rechterbeen te hangen. Op jouw rechterbeen? Ja. Oké. Okay. Dus 3 oefeningen. Een beetje je zit. En hoe is je aanleuning? Op zich best constant. Oké. Okay. Nou, dan gaan we gewoon aan de gang. Kijken wat we tegenkomen. En wat we kunnen doen. Nee, Blondie. Ze had al een beetje over je zit en een rechte been hangen. Ja. We gaan zo ook nog wat ruitenfitness doen. En eigenlijk wat heel belangrijk is dat je je eigen centerline vanuit je core, je eigen centerline dus recht hebt. Wat is de centerline? De centerline is eigenlijk als je boven jouw hoofd een lijn recht door jouw lijf trekt. Dat is eigenlijk je wervelkolom, hè? Je ruggengraat. Dat daar dus geen knikjes in zitten, dat die echt recht is. En dat die precies recht is met de centerline van het paard. Dus zeg maar de wervelkolom van het paard. Ja. En wat misschien, ben jij een beetje beeldend ingesteld? Hoe bedoel je dat? Kan je je dingen voor je zien, zeg maar? Ja. Oké, okay. In plaatjes denken, dat is... Ja. Ja. Oké, okay. Dan moet je eigenlijk denken dat die wervelkolom van het paard, dat de centerline is. Jouw centerline is er rechtboven. Dus je kan dit doen, dan ben je ernaast. Je hangt het naar je rechterbeen, zei je. Dus dat je eigenlijk je navel de hele tijd recht op de schoft. Dan zit je in de centerlijn van het paard. Maar je kan je ook inbeelden dat links en rechts van die centerlijn van het paard, dat je dat bol of hol kan zijn. Dat je dan minder aanspanning kan hebben. Snap je wat ik daarmee bedoel? Een soort van. Een soort van, goed zo. Als het paard dus op een rechte lijn gaat, dan moet hij dus eigenlijk links en rechts, ja, moet hij evenveel aangespannen zijn. Ja. En jij dus ook. Want als jij rechts iets minder aanspanning hebt in je core, dan zak je naar rechts, snap je? En dan zak je paard mee. Ja. Dus soms helpt het om dat voor je te zien, die lijn, en links en rechts blijf je dan in evenwicht en evenveel aanspanning. Ja. Stel je loopt op een volte, of in een hoek, dan is het paard gebogen, dan is de binnenkant van die centerlijn is eigenlijk aangespannen, snap je? Ja. En de buitenkant is langer, boller. Dus eigenlijk binnenstelling en buitenstelling. Ja, precies. En dat doe jij eigenlijk ook een beetje in je lijf. Dus als jij rechtuit gaat, dan trek je jou helemaal recht. En als jij een volt ingaat, dan doe je eigenlijk een beetje hetzelfde als een paard. Hm? Ja. Nou ben ik recht. En nu zit ik al... Nee, ik ga soms ook meekijken. Als ik aan de linkerkant zit, ga ik ook een soort zo meekijken. Ja. Nou, en wat doe je dan? Dan knik je eigenlijk je hoofd buiten jouw centerline. En dan gaat mijn buik die kant op. Ja, precies, precies. Ja. Nou, en dat is dus precies ook bedoeld met die centerline. Wat jij zegt, dan gaat je buik die kant op. Dan heb je dus rechts ten opzichte van die centerline geen aanspanning. Ja. Dan moet je hier aanspannen dat je weer recht bent. En als je naar links kijkt, dan doe je het niet zo, maar dan doe je het, noemen we roteren, om de as. Draaien. Oh. Dus dan in plaats van zo, dan echt met mijn hoofd zo. En dan draai je, als je dat doet, als ik over mijn linker schouder heen kijk, dan draai ik eigenlijk ook om mijn lichaam een beetje mee. Zie? Ja. Als je naar mijn benen kijkt, dus mijn buitenbeen is al achter de zinnen, mijn binnenbeen opgepinnen, terwijl ik daar niks aan verplaatst heb. Maar goed, dan gaan we met die ruitenfitness dat trainen. Dat is voor jou heel nuttig, denk ik. Ja. Maar wees je dus ondertussen, ik zal ook benoemen, bewust van die centerline. Of je daar klaar links naast hangt. Ja. En je armen, zag ik net al. Ja, mijn schouders die zijn heel, ja, die zitten heel erg vast. Ja, ik wil springruiter horen, dus ik ga gewoon even zo rijden. Ja, precies. Dat doe je een beetje wijd zo. En wat heb je dan? Dat je dan je elleboog gaat naar achter en je schouder gaat naar voren. Ja. Terwijl als jij... En daardoor zet ik ook mijn schouder, zet ik dan een soort daar vast. Ja, precies. En dan ga je, als je lang rijdt, ga je dat ook daar voelen. Dus ja. Oké, kram. Maar als je jouw focus op dat jouw elleboog een beetje voor aan je ribboog houdt en een beetje bij elkaar, je moet niet knijpen, want dan verspan je weer, maar wel dat je je armen in contact voelt met je ribben en dat ze eigenlijk niet
achter, nou ja, de lijn hier van dat shirtje. Ja. Als we niet achter gaan, daar, dan rij je al veel meer hier, snap je? Alleen dan zet ik wel heel erg mijn schouders vast. Die moet je wel laten hangen. Dus het is niet dat je hier gestrekt gaat zitten, dan zit je uit je schouder vast. Maar dat je je elleboog een beetje laat rusten in je, snap je? En dan kan je testen als je dit nog kan doen, zijn je schouders niet vast. Oh, dus ik zet ze eigenlijk niet vast, ik doe ze alleen een beetje... Op aanspanning. Ja. Want ik kan me voorstellen dat het voor jou gevoelt als ik zet ze vast, omdat je de neiging hebt bol te zitten. En nu ga je eigenlijk daar, aan de achterlijn van je lijf, ga je de spieren gebruiken die je recht maken. En dat is ook precies wat moet gebeuren. Snap je? Ja. Maar ja, als je ellebogen naar achter gaan, gaan we even je schouders naar voren. Zet je ellebogen hier, even je schouders terug. En dan rij je ook met een meer ontvangende hand. Ja. En dat noemen we de V-structuur. In je armen maak je eigenlijk een V-structuur naar het bit van het paard. En die V, de poten van die V, beginnen eigenlijk bij je elleboog vanuit je lijf. Kijk, en dan is het ook weer hetzelfde. Als ik draai om me af, dan doen mijn handen eigenlijk niks, maar toch sturen ze, snap je? Ja, beetje... en dan hou je je handen ook stiller. Ja, precies. Stiller en meer bij elkaar. En als je elleboog los is, dan, ja, dan, gaat dan ga ik alle kanten op. Dus laten we daar in jouw sit een beetje focussen. Die centerline en de V-structuur. Dan weet je wat ik bedoel nou. Ja. Dat is wel het belangrijkste. De sit van de ruiter. Wat goed is, dan is al heel makkelijk. Probeer al in die stap de elleboog iets meer bij je lijf te houden. En, je doet het nu al een beetje. Ja. En kijk maar gewoon tussen die oren van het paard door. Ja. Waar je naartoe rijdt. Een beetje naar het knotje. Kijk je altijd goed. Ik kijk ook heel erg graag naar beneden toe, naar hoe mijn handen zijn, op welke been ik zit. Nou, dat kan je ook zeker doen. Alleen als je de naam er niet voelt. Ja. Jouw lijf ligt op je hoofd. Ja. Dus als jij naar beneden kijkt, dan schouw je mee. Als jij goed naar links kijkt, dan draait je lijf ook mee. Dat is dan juist de bedoeling. Dus het is echt ook een aandachtspunt voor jou om jezelf te trainen in het eten. Kijk waar hij toe gaat. Dus in een volt is, dat is de bovenlijn, kijk je ietsje naar binnen. Rechte lijn, recht naar voren. Maar dan niet met een knikje, maar dan gewoon zo. Ja, precies. Dat moet ik er ook uit krijgen. Je benen een beetje langer ontspannen dan. Ellen, boven, deze tegen. Ja, ze gaat zelf ook ontspannen. Ja. Nou ja, dat is een beetje wat je wil hebben. Want als jij goed uitgereikt zit en stabiel, maar toch ontspannen, dan gaat het paard veel makkelijker je handen. De rug ontspant, de beweging achter mijn oren daardoor makkelijker door kan laten. Ken je de term progressiviteit? Nee, dat klinkt Duits. Klopt. Dus het is niet echt de vertaling voor het doorlaten van huis, zou je kunnen zeggen. Hij stapt nou lekker aan de keuze ook wel. Hij komt met je beetje zitten. Progressiviteit, doorlatenheid, dat is een heel van achteruit. De rug door de hals naar je knie toe aankomen. Als jij voorwaarts rijdt, doe je je aanleuning, als je paard naar de hand toe rijdt. Als je paard wat remt, dan zou dat moeten resulteren in dat je remt op de achterhand. Ja. Dat doen we doe lessen kruis. Oh, dus dat je meer met het achterbeen werkt dan met het voorbeen? Ja. Dat het wat de impuls is achterbeen geeft, dat het voor aankomt. Maar ook dus andersom. Ja. Als je remt, dat dat niet ophoudt in de mond, maar dat dat door het paard heen gaat naar achter. Ja. Want Daan zegt ook altijd dat ik met het achterbeen juist meer naar voren moet denken in plaats van met het voorbeen. Ja, precies, precies. Nou, ik heb nog één plaatje. Ik zou het van het paard kunnen zien als een tuinslang. Ja, en dan als je een knikker in hebt, dan loopt hij vast en dan... Oh! En dus als jij een knikker hebt, zorgt dat bij hem ook voor een knikker. Als jij heel uitgeleid zit, dan laat jij alle beweging door. Dan kan hij het stuk rug waar jij op zit ook ontspannen en laat daar alles door. Dan heb je dus een progressief paard.
Zeker de voor. Eigenlijk een soort tuinslang zonder knik.